Art en Mark de trots van de VVD. Die namen Ivo en Fredje mee. Het gesprek vond plaats in de darkroom. Zodat Mark de beroep op plausibele ontkenning kon doen. Hij hoorde alles maar kon niet zien van wie. Alle kleine details maar niet doorvertellen hoor zeiden ze alle drie. De baas die alles wist maar zoals gewoonlijk lachend loog. En de kamer die niet ziet dat hij uit zijn duim zoog. Rutte die zat er bovenop. Letterlijk met wisselend. Fredje, Ivo en Art onderop. De PVDA vond het waarachtig allemaal goed. Asser, die echt alles voor het huis doet. Zelfs zijn vriend Diederik wordt bootje gelicht. En Asser, die voor behoud van zijn baantje zwicht. Dit Pinocchio kabinet, is het beste kabinet ooit. Zij zijn er voor de elite en maken de gewone man drooit. Liegen en bedriegen is tot kunst verheven. En alle problemen lekker op Wilders afgeven. De PVV heeft niet de oplossing zeggen zij in voor. De waarheid is dat het niet hun oplossingen zijn hoor. Het kabinet strijdt voor falende ministers en niet voor de gewone man. In maart kan je kiezen, stemleugenaars of iemand die echte problemen aanpakken kan.